Dag meneer Remkes. Fijne kerstdagen, hè. Fuck jou, klootzak. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you. We blikken terug vandaag op het nieuwe jaar. U was laatst weer goed aan het verbinden, hè, in Israël? Ja, absoluut. Ongecensureerd. Keihard. Meneer Koeser, wat was uw doel eigenlijk met die video? Mijn doel was om ervoor te zorgen dat heel veel mensen in Nederland zien wat voor onrechtmatigheden, wat voor ongeregeldheden er plaatsvinden in wat volgens een aantal mensen de enige democratie is in de regio. Maar u bent toch van het verbinden? Ik vond het niet echt verbindend. Nou, dat kan jij vinden, maar heel veel mensen... Vond u het wel verbindend? Ik vond het absoluut verbindend. Dus u vindt eigenlijk dat je zo met mensen om moet gaan? Ik vind dat je heel duidelijk moet laten zien wat er allemaal gebeurt in een land wat door heel veel mensen wordt gezien in Nederland als de enige democratie in de regio. Maar denkt u niet dat de problemen nu alleen maar erger worden als u dit soort acties doet? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus mensen worden er vrolijker van? Ik denk niet. Jij wordt er in ieder geval niet vrolijk van. Maar... U bent toch van het verbinden? Waarom doet u dit soort dingen? Heel veel mensen er heel blij mee zijn. U zei ook dat u twee uur, dat u lang had vastgezeten, maar binnen twee uur was u al vrij. Ik zal het sterker maken. Binnen een uur was ik al vrij. Binnen een uur? Ja. Maar u zei dat u echt lang vastgehouden bent. Ik vind een uur onder de brandende zon van 40 graden waar machinegeweren tegen je aan worden gehouden, vind ik best wel erg. U gaat er toch zelf naartoe? Wat is jouw lievelingsfragment wat betreft ongecensureerd dit jaar? Nou ja, lievelingsfragment heb ik niet. Daar bedoel ik mee van die verkeersregelaar. Die hebben we natuurlijk vaak in het nieuws gezien. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. Het liedfeest van daarvan. Het is een fantastisch feestje, een heel relaxed feestje. En allerlei verschillende mensen komen bij elkaar en wisselen contacten uit. Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin op mijn eigen feestje. Want dat gaat natuurlijk over wiet en ja, toch? Ja, Ed, kan je nog dat ene moment herinneren dat ik tegen jou zei van neem nog een ijsje en dat jij dacht dat ik een ijsje vroeg? Doe eens er nog eentje dan. Wat? Nog eentje. Een ijs. Ja? Een ijs nemen. Ja, is ook lekker. Ja, jij wil een ijs. Ja, tuurlijk. Nee, ga je gang. Ik bestond, mag ik nog een ijsje? Maar ja... Jij vertelde later van neem nog een ijsje. Nou ja, die heb ik genoeg genomen. Maar ja, dat hoorde ik heel de dag. Continu mag ik een ijsje. Ja, tuurlijk. Ik heb wel je filmpjes niet echt teruggekeken. Maar wat me nog best op mijn geheugen staat gegeven is dat jij met die boeren. Of nee, was dat met die Zwarte Piet boeren. In plaats van dat waren beroepsslachtoffers, geen Zwarte Piet boeren. Kom vast ook nog een gat. De donkere man is een beetje zielig eigenlijk. Niet zielig. Hij is benadeeld. Er zijn ook documentaires die zeggen dat het niet zo is. Het is een smoes. Verzonnen doof. Mag ik even? Hallo. Verzonnen doof volwassenen in het schoenen. Ja, maar u schoven van kinderen, ja? U zegt het heel goed. Dankjewel. U zegt het heel goed. Ze zijn door volwassenen verzinnen, maar volwassenen maken er een probleem van. Meneer. Ze karikatuur maken ze van. En dat is fout. Ja, maar dat maken de donkere mensen ervan. Fout, nee. Klaar. Ben je niet beter? Stoppen eigenlijk. José, kan je niet beter een feestje vieren vandaag? Wil je stoppen alsjeblieft? Dan wordt... ja, maar, het is vandaag feest. Er staat gewoon te demonstreren tegen Zwarte Piet van een kinderfeest. Is dat nou jou een beetje te dirigeren om maar weg te gaan als agentje? Maar ja, dat is me eigenlijk een beetje het meeste bijgebleven. Maar voor de rest, je filmpjes zijn allemaal wat aan het leuk. Dus ik kijk er graag naar. Ongecensureerd. 1 gram? Ed? Ik heb mijn koffie, rustig. Ja, ik heb 1 gram. Nee, we zijn nu niet voor Edje Slog aan het filmen. Ik zie wel een mooi bordje met Edje Slog, daar niet van. Maar. Ja, tuurlijk. Die heb ik van mijn hond gehaald, anders bijt hij. Ik heb gehoord dat jij bij Man bij het Hond komt, dit jaar, volgend jaar. Nou ja, volgend jaar of dit jaar, dat weet ik niet. Maar ja, hou Edje Slog in kijk de kat, kijk de kat, die komt gewoon gezellig erbij zitten. Blauwe, dus... Krap man. Durf je dat niet op ongecensureerd? Mooi schaatbak. Ja. Normaal gesproken bied je dat niet aan, maar... Ja, normaal bied ik dat niet aan. Ah, oké. Ik denk dat jij nog wel een mooie kerstwens hebt voor meneer Remkes.
De Remkes, ja, dat hij maar een keer een schoon onderbroek kan maar doen, denk ik. Want in dat kinderpark stond hij aardig te bouten met dat jongetje, dat gesprekje. Je maakt hele volkstammen gek hier zo. En dan heb je dat filmpje gezien. Hebben we dat filmpje gezien? Dat van bovenaf. Heb je ook een filmpje gezien van vooraf? Dat er vuurwerk iets is. En dat het geen bom is. Dat je de mensen onwaarheden loopt te vertellen. Je loopt heel de buurt belachelijk te maken. Nee, dat is leeg. Ja, nee, je bent de buurt belachelijk aan het maken. Nee. Je hebt het over stikstof. Je rijdt in een fucking dikke BMW. Weet je, met je stikstof. Je verneukt alles verneukt hier in de wijk. Je loopt onwichten stichten tussen normale dienstbewoners en de mensen. Even met beide benen. Met beide benen staan we op de grond. Je loopt alleen maar onzin te krijgen. Alle nieuws, intens alles. Maar je gaat geen normaal gesprek aan. En dan stond er ook op dat speelplein, die viezerik. Je hebt geen kerstwens voor hem? Kerstwens? Ja, lekker door het ijs zakken met zijn strontbek. Doei, dag meneer Remkes. Fijne kerstdagen, hè? Fuck jou, klootzak. Ga je nog kerstbomen rozen? Daar ben ik te hard voor, vriend. Dat moeten de jonkies doen. Zoveel mogelijk toppen bij elkaar rozen en oproken. Dus maar vuur. Dus voor de rest, ik zit lekker thuis. Ik neem een drankje, ik vind het goed.